Ik heb twee overstaan, ze draaien alle twee op gas. Ja, en dat zijn wel serieuze slurpers. Niet alleen zwembaden hebben het zwaar. Onder Gelderse bakkers wordt de roep om overheidssteun ook steeds luider. Veel bakkers komen in de problemen door de hoge energieprijzen. Hun energierekening is soms vertienvoudigd. En dat kost ze tot wel tonnen per jaar. Veel bakkerijen dreigen om te vallen. Bij deze bakkerij in Apeldoorn draaien de ovens bijna 5 jaar na opening nog altijd op volle toeren. Ja, we hebben werk zat, gelukkig. De zaken gaan niet slecht, maar de vooruitzichten zijn beroerd. En dat heeft alles te maken met de hoge gasprijzen. Ik heb twee overstaan, ze draaien alle twee op gas. Ja, en dat zijn wel serieuze slurpers. Wat ben je dan kwijt aan stookkosten en waar gaat het heen? Afgerond zijn we nu zeg maar 25.000 euro per jaar kwijt. En voor één winkel, een bakkerijtje zeg maar. En als dat als zo uitziet, zal het wel richting de 200.000 euro gaan. Tonnen euro's per jaar dus. Die bakkers niet kunnen ophoesten door enkel en alleen het verhogen van de broodprijs. Die al 10% is gestegen. Voor veel bakkerijen zal het afsluiten van een nieuw energiecontract per 1 januari dan ook de doodsteek zijn. Dan zal de helft van de bakkerijen verdwijnen op deze manier. We zitten op dit moment, dacht ik, al afgerond 3200 bakkerijen in Nederland. Ja, ze verwachten van 1500, 1600 om gaan verdwijnen. Verschillende brancheverenigingen voor bakkerijbedrijven roepen het kabinet op tot maatregelen en steun. De steun van klanten krijgen ze hier in Apeldoorn in elk geval. Ik kijk natuurlijk ook naar de prijs, maar ik heb het er wel voor over. Want ik vind het echt de moeite waard om iets hoogwaardigs te krijgen. Ik heb lekkere broodjes gekocht en een pizzabroodje voor mijn vriendin ook. Dus lekker smullen.